Hey mensen, Marky en welkom bij eindelijk weer een non FIFA video. Ik geloof oprecht mijn eerste dit jaar wat heel erg vreemd voelt, maar geloof me als ik zeg dat ik dit juist het liefste doe. Maar ik heb geen idee wat ik over voetbal kan zeggen. Wat interessant genoeg is behalve de Premier League. Dus daarom doe ik meestal alleen Premier League voorspellingen als non FIFA video's. Maar ik wilde vandaag vanwege een comment laatst reageren op mijn Premier League 2022-2023 voorspelling. Ik verwacht niet dat ik veel goed had. Het is meer dat ik hoop te zien dat ik een paar goed in de buurt had. You know? het is best wel gek per mijn seizoen geweest. Maar ik wilde vooral daar naar kijken. Maar een duimpje omhoog zou deze video enorm helpen. En als je nou denkt: er is nog iets van non-fIFA dat ik graag een keer zou zien. Of je ziet een comment die jou een goed idee lijkt. Reageer vooral of like een comment in kwestie. Want ik heb niet het ego om te geloven dat mensen mij willen zien praten over non-fIFA dingen. Dus. Daarom zie je dat eigenlijk weinig, maar om dit niet al te lang te maken, want ik kan echt uren over voetbal En vooral de Premier League uh, Laten we vooral maar even beginnen met mijn bottom 3, de degradanten Want wat je kunt zien is, ik had er eentje die denk ik heel de wereld had Ik had Bournemouth als degradant Niet per se, ik had ze twintigste, maar het was gewoon meer het idee van die gaan degraderen En eerlijk, dat dacht iedere analist onder de zon Zeker tot en met de winter. Niemand had gedacht dat die gast erin zou blijven. En ze deden het opeens toch. Like hun run van, ik wil zeggen, februari tot en met april was gestoord. Opeens waren ze safe. En je you know, ze memeden het natuurlijk keihard op social media. En terecht. Maar het feit dat ik ook Forrest en Brentford had. En Forrest was best wel een goede reden, dacht ik. Een beetje het Fulham-idee van je koopt een heel legioen aan spelers, maar het gaat niet werken. Het werkt uiteindelijk voldoende. En Brentford, ik bedoel, natuurlijk ken je Tony en ze hadden een paar dergelijke voetballers. Een, een Bemu, een Bemu heet hij geloof ik. Uh, Matthias Jensen zit daar. Uh, David Raya. Oh, aardige keeper, al oh, gaat hij misschien een spurs. Ik dacht van, het is aardig, maar ik like, kan het boksen? Tegen de rest. En ik bedoel, als je kijkt nu naar, naar de table zoals die was: uh, Brentford werd negende. <laughs> nou, toegeven volgend jaar kan weer heel andere koek worden. Want het eerste half jaar mag uh, Ivan Tony niet meedoen. Maar we gaan nog wel zien hoe dat gaat. Um, Forest 16, ik bedoel, semi dichtbij. Ze hebben een goede eindsprint gehad. Like, als je kijkt, 8 punten van hun laatste 5 wedstrijden is voor een degradant, of althans degradatiestrijd, een team best goed. En Bournemouth ook. Like, de laatste paar verloren, maar toen waren ze safe. Kijk, like, deze was belangrijk. Dit was 30 april. Voor de rest waren ze 7. Like, dan, dan boeit het ook niet meer. Dat, dat kon je ook zien aan alles. Dan pak ik gelijk de rest van mijn rechterrijtje erbij. Want dan heb je dat ook maar gelijk. Ik had er een paar die, waar ik niet heel trots op ben. Ik had, um, ik had Fulham op 17. Fulham eindigde. Wat is het eind tiende? Ja, 10 tiende. Uiteindelijk. Uh, maar het wordt. Kijk, like, een paar gekker. Ik had Southampton 16. Die degradeerde. Um, ik bedoel, kijk. Het ding daarmee was. Southampton was al de afgelopen jaren een aanzienlijk foutel, foutvol team. Als in, you know, ze konden goed voetballen, maar ze hadden heel veel slechte spelers bij die selectie. Um, Everton. Het ding was dat ik na vorig jaar dacht, het kan niet veel slechter. Uh, dat kon. You know, weer de laatste dag ontsnapt. Uh, ja, dat krijg je met Lampert als coach. Leeds United, gedegradeerd. Again. Ze waren gewoon niet best. Ik dacht dat het met Jesse Marsh beter zou gaan, maar uh, dat, dat mocht uiteindelijk niet zo zijn. Degene waar ik het meest van baal, is... 13 had ik Crystal Palace. Palace werd 11. En het ding met Palace is: je kunt altijd gokken. Dat ze een beetje middenmoot eindigen. Maar het is zo lastig om te gokken, precies waar. Ze hebben echt een paar geweldige spelers om te zien spelen. Maar, you know, trainers in combinatie met ook een paar net niet-voetballers. Het zorgt ervoor dat je daar eindigt meestal. Degene die ik het slechtst heb, zijn er eigenlijk twee. Ik had Leicester City 11. Die degradeerde. En ik had Brighton twaalfde. Nou ja, Brighton is natuurlijk, kunnen we allemaal zien. Brighton is zesde geëindigd. En Leicester gedegradeerd. Nou Leicester, niemand kan me vertellen dat ze die hadden aanzien komen. Leicester werd de afgelopen jaren genoemd tot nieuw lid van de Big Six. De grote zes die altijd spelen voor de Europese plekken. Werden ze toe gebombardeerd en Arsenal werd eruit gekeken. Dat, dat maakt me niet uit, maar meer van Leicester werd erbij genoemd. En nu, opeens, werkte het allemaal niet meer. toegeven toegegeven, veel blessures, bla bla bla, maar Rodgers... Leek gewoon niet te weten wat hij wilde. Heel veel van die spelers leek het gewoon niet meer te boeien. Vardy was, nou ja, spreekwoordelijk gezien dood. Uh, ongelooflijk. Maar Brighton, like, you know. Deel van het seizoen nog um, natuurlijk met, uh, met Potter. Graham Potter. En DD deed nog steeds heel goed. Die gaat naar Chelsea. Dan komt Antonio... Uh, sorry, ik weet niet of het Antonio is met Deserbi komt erin. En ze spelen gewoon nog beter dan de Potter. Het was bizar. Echt ongelooflijk. Ik ben heel erg benieuwd wat zij doen in de Europa League. Dan mijn... Net niet Europese plek. Ik had op plek 10 Aston Villa. Op plek 9 Wolves. En op plek 8 Newcastle. En als je dan kijkt. Aston Villa is knap genoeg. En dat is echt volledig de Unai Emery. Zevendig woorden. Die pakken Conference League mee. Ten koste van Spurs. En eerlijk, dat is, you know, like. Ik, ik kan de, de hele video blijven klappen. Want ze waren rijp voor degradatie. Emery komt erin. En, you know, hij sleept ze gewoon Europees voetbal. Hij heeft van een selectie met een paar aardige voetballers gewoon een, een serieus gevaarlijk team gemaakt. Emery bij een middenmotor of een you know, net niet top team. Ja, ongelooflijk. Like, alleen maar complimenten. Wolves had ik dus. Tiende, die werd de dertiende. You Wat know, oké okay, dus, like, is. Het is niet een al te beste gok in dat opzicht. Drie plekken eraf. Maar het is meer dat Wolves kan niet aanvallen. Like, dat is dit seizoen gebleken de verdediging is nog wel een soort van stabiel. Alleen de aanval kan je gewoon niet trots op zijn. Daar zeg je niks met complimenten over, weet je wel? En dan had ik Newcastle op 8 en Newcastle op 8 die eindigen op P4 is zo knap. Dat is zo zo knap hoe die gespeeld hebben. Vooral defensief, want you know, ze hebben duidelijk wel creatieve middenvelders nodig, slash misschien een winger. Maar ja, you know, verdedigend echt wel de beste verdediging in de league wat mij betreft. Zo goed gedaan. Bobman is echt een ster daar. Maar ook Fabian Scheer nog steeds geweldig. Dan Burns, is een heel erg lompe maar gevaarlijke speler. Trippier, de koning van de dode spelmomenten. Pet, Lijkt pet, Petje af daarvoor en zo. Dan mijn net niet Champions League plek. Ik had op 7 West Ham. I know. Op 6 United. En op 5 Tottenham. Nou ja, West Ham kunnen we gaan zoeken. West Ham werd een 14 Want, you know, ze hebben wel de Conference League gewonnen. Dus, you know, mooi gedaan. Ik denk dat menig West Ham van dat er you know, voor eeuwig vrede mee zou hebben in dat opzicht. Um, United had ik op 6, United 3. You know, credit daarvoor. Ik ben van mening dat ze iets wat alsnog qua, qua speelstijl overrated waren dit seizoen. Maar de defensie heeft ten nog, zeker wanneer ze fit waren, geweldig neergezet. Echt, dat heeft hij heel goed gedaan. Um, tot hem had ik 5e, tot en met 8e. Ik ga eerlijk zijn, als Arsenal-fan vind ik dat een leuk iets om te zien. Het maakt niet voor mij uit, per se. Want, you know, onder, Arsenal, ze onder Arsenal staan vind ik het allemaal best. Maar het feit dat ze geen Europees halen, dat, dat is grappig. Ze hebben wel een goede nieuwe coach, die Antecoglu. Die Australische coach die bij Celtic zat hiervoor. Die echt wel een aardig speelstijl heeft. Maar, you know, Spurs heeft geweldige coaches gehad. Uh, en een waardeloos bestuur. Dus we gaan eens zien hoe dat eindigt. Maar, ik denk dat dat niet de gekste waren op zich. Mijn top 4 was een, een gekker in dat opzicht. Ik had op P4 Arsenal. P3 Chelsea. P2 Liverpool. En P1 Manchester City. Want, you know, dat was de meest duidelijke. Dat is. City is de enige die ik 100% goed heb. Wat misschien een beetje sneu is. Maar ik bedoel. Kijk, ik had Chelsea op 3. En Chelsea eindigde op P12. P12. Ongelooflijk. Hun slechtste seizoen ooit. En het ding is: ik zie niet een reden waarom het veel beter wordt. Nu, ja, Havertz gaat misschien naar Arsenal. Wat, you nog. Know, ik word, er, ik word er ziek van van de gedachte. Maar ze gaan Caicedo halen, wie ik graag zou Arsenal zien. Voor 120 miljoen pond ongeveer. Laat het even inzinken. 100, dat zijn de geruchten die nu lopen. Hè? Ik zeg verder nog niks. Maar dat is crazy. Zoveel gekocht voor 600 miljoen of zo. En twaalfde. Het zag er niet uit. In welk opzicht dan ook. Vreselijk was het. Echt vreselijk. Liverpool had ik dus tweede. Die werden vijfde. Wat eerlijk, het is niet best. Like, geloof me, je gaat een hekel hebben aan de Europa League. En heel snel. Zeker een speler van het kaliber Salah hoort daar gewoon niet. Maar, you know, Van Dijk, gruwelijk uitvormd dit seizoen. Uh, Trent, die verdedigend, heel erg wat steken liet. Maar, you know, er zijn, ook er zijn best wel positief punten te halen. Als je de blessures weglaat. Ze hebben nu McAllister erbij. Ze worden nog gelinkt aan Turam. Kevin Turam En uh, Ike, uh, Kone eet die, geloof ik. Die komt van Gladbach af. Ze versterken het middenveld dat ze eigenlijk vorig jaar al hadden moeten doen. Dus ik denk dat als ik weer een voorspelling doe voor komend komende seizoen. Dat ik Liverpool wel hoger zet. Dan heb ik ze denk ik wel weer tweede of derde. Want je zag het zeker ook in die eindspraak. Je ziet hier ook die laatste twee speelt Liverpool dan gelijk. Maar daar er was niet heel veel meer te halen. Ja ze konden op papier nog P4 halen. Maar ze waren gigantisch afhankelijk van you know, de resultaten boven. En Arsenal had ik vier. Die werden de tweede. Ben ik blij mee uiteindelijk. Ik baal van, you know, like obviously geen eerste geworden in een gunstige positie. Arsenal heeft nooit acht punten voorgestaan. Met, ja, met wedstrijden nog meer gespeeld. En dus ik vind dat dat altijd een beetje een ding is. Ik vind dat je tegelijkertijd kunt zeggen dat Arsenal het gechoked heeft. Terwijl je tegelijkertijd ook kunt zeggen dat Arsenal dit soort gigantische stappen heeft gemaakt. Uh, en dat er al genoeg reden is om te geloven dat het alleen maar beter kan gaan. En City op één, want ik bedoel, als jij echt dacht dat een team dat al zo goed was. En dat dan ook nog Haaland haalt. Als jij ook maar een seconde dacht dat die niet eerste zouden worden, dan heb ik met je te doen. Nou, kijk naar de stats: 94 gescoord, 33 tegen, gedeeld met mensen samen met Newcastle. En dan vind ik het van Newcastle indrukwekkender gezien het materiaal dat ze hebben. Tol saldo van 61, dat is meer dan Arsenal en Man United toegeven. Dat van United is ook gewoon shit. Uh, maar meer dan Arsenal en United bij elkaar. Dat is. You know, het is best wel wauw. Like, toegeven een, een gat van vijf punten is gunstig. Want, you know, het, het zet het in een beter daglicht dan het uiteindelijk was. Maar, ik denk het, het feit dat ik er maar één echt goed heb, is niet best. Maar, ik denk dat ik er een paar redelijk in de buurt had. Plus, mijn onderbouwing was best oké. Okay. En sommige dingen sloegen gewoon nergens op. Bij like Chelsea twaalfde, West Ham zo laag, Leicester gedegradeerd. Uh, hoe heet het nou? Uh, Bournemouth had het echt veel beter dan verwacht. Dat soort dingen zijn crazy. Maar... Oké, okay, denk ik. ik. Ik weet niet hoe jullie deze video vonden. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met non-FIFA dingen. Want you know, ik heb mezelf niet zo hoog zitten in dat opzicht. Maar als je hier meer van wilt zien, of meer non-FIFA dingen, laat het vooral weten. Ideeën zijn welkom. En uh, misschien bij de volgende. Uiu.